Nou, ik zit hier wel even lekker. Ik zit even hier op de uitkijk. Heerlijk. Dus ja. Als ik maar gewoon op tijd thuis ben, want omdat mijn buurman mij ophaalt, maar ik moet ook nog een vlog editen en even af en doen. Dus. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben in deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Het is vandaag ook alweer, ja, je weet het al waarschijnlijk, woensdag 19 mei 2021. En het is nu 9:50. En ik ga mijn jas aan doen en ik ga met de drie dames lopen. Ja, kijk. Ah, oh, de drie zijn bij mij. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Hé? Leed, geef mee of wat? Hier is Leni. Ho? Jouw Leni. Zo. Even wachten. Dame, voor het goede leven, wachten. Zo. Eerst jullie liefde. Hier, kom maar. Kom eens hier. Lovely, kom. Kom eens hier. Lof, deze gaat op. Kom. Ja. Goed zo. Jutty, kom. Goed zo. Top. Wachten. Die is daar, die is daar. En zij is daar. Hij leed. Jij. Roderick gaan jullie vandaag denk ik niet zoveel zien. Want die moet werken tot en met 5 uur. Hij is vanochtend rond een uurtje of 5 opgestaan. En hij heeft een dienst van 10 uur. Dus hij is gewoon back af. Dus hij komt nog wel eventjes wachten. Blijf. Hij komt nog wel eventjes om een bakje hier te doen, maar daarna gaat hij lekker naar huis en de dames blijft gewoon lekker bij mij. Dus ja, en ik heb geen zin in dat handjes getrekt. Dus ladies aan de lijn, Lovely is aan de lijn, want anders gaat Lovely ook onwijs trekken. En nou is Lovely lekker rustig. En ze mogen heel veel doen, maar tot zover even vandaag. Ja, want ik heb ook momenteel even last in mijn schouder. En dat is niet fijn. En Lovely is gewoon aan de lijn, dus... En anders vind ik het niet eerlijk dat Beauty wel gewoon kan gaan uitdagen. Dus ik ben een beetje streng. Want anders heb ik iedere keer... dank je. Dat was zand in mijn mond. Dank je. Dus nee, maar ze zijn dus nu lekker aan het allebei aan het graven. Onrustig, dus dat vind ik wel fijn. Nou, wat ik dus al zei. Ze zijn lekker aan het spelen. Los dat blikje. Los dat blikje. Nee, maar... Ze mogen met elkaar spelen. Maar niet dat ik in één keer een ruk krijg aan de lijn. Want kijk, Beauty die blijft. Maar als ik Lovely dus hier los doe, dan rent ze gewoon over. Net zoals met Lady. Dus dat gaan we gewoon niet doen. Dus dan ben ik een beetje streng. Ja, als ze willen gaan rennen. Gaan jullie nu meelopen? Kom, voor. Voor. Rustig. Rustig. Keurig. Nee, je wel. Lekker een beetje gras eten, lekker laten gaan. En Beauty, die blijft toch wel in de buurt. Dus die steekt ook niet zomaar over. Is ook wel heel fijn. Ga mee. Beauty, wachten. Lovely, wachten. Kijk. Aan de lijn doet ze het helemaal keurig. Ik ga doorlopen, schatje. Tot zo. Kijk, dit gebeurt er. Komt u maar. Oké, goed zo. Lady daar. Twee zussen daar. Kom maar, dames, kom. Voor. Voor. Kom. Voor. Voor. Yo. Nou. Hun moeten dus de sneltrein halen. Kijk, dat gebeurt er. Voor. Voor. Goed zo. Ja. En toen mocht je weer gaan lopen. Kijk, en dan moeten ze weer de sneltrein halen. Lady ook vandaag. Voor. Voor. Goed zo. En dan gaan we weer. Hetzelfde riedel. Voor.
voor. Goed zo. Nou, en zo doen we dat de hele tijd. Nou, ik zit hier wel even lekker. Ik zit even hier op de uitkijk. Heerlijk. Dus ja. En als ik maar gewoon op tijd thuis ben, want omdat mijn buurman mij ophaalt. Maar ik moet ook nog een vlog editen en even de afwas doen. Dus komt helemaal goed. Maar ik neem nu toch wel mee. Dus ja, alleen ik weet niet of ik in de auto kan filmen. Maar dat komt wel goed. Dus en ik denk het niet, want mijn buurman is daar niet zo erg van. Dus die moet het allemaal nog een beetje leren. En mijn buren. Maar dat komt allemaal wel goed, joh. Dat nou, weet je. In het begin en was mijn buurvrouwtje ook eerst iets. Ja, maar ik wil er ook helemaal niet op en met mijn stem, helemaal niks. En nu alleen maar met de stem. Nou, en dat is niet erg. Nou, en haar dochter dus ook. Nou ja, dus het gaat al wel de goede kant op. Maar ja, het is nu eenmaal een wijk die een beetje op zichzelf is. En ja, weet je. En ik maak er een beetje een verandering in. Zo kan je het ja, eigenlijk bekijken. Ik maak gewoon een hele grote verandering in de wijk, om het zo maar te zeggen. Ja, vind ik hoor. Ik weet niet hoe jullie erover denken, de mensen in de wijk en gemeente Den Haag, politie Den Haag, weet ik veel wat. Dus jullie kijken allemaal mee wat niet mag. Nee. Maar als jullie toch kijken, gemeente Den Haag en gemeente, ik bedoel, en politie Den Haag. Laat dan ook eventjes een keer een reactie even achter of zo. Als jullie toch zo leuk meekijken, waarom of niet? Ja, jullie vinden het leuk om mij in de gaten te houden, hè? Wat eigenlijk officieel niet mag. Nee. Dus, ik zou zeggen, als je dit kijkt, laat dan ook eventjes een reactie achter. Ja, als je toch ook kijkt, waarom niet? Nou, ik ga weer even verder kijken of er weer verder wordt gesloopt hier aan deze kant. Ik zit even te kijken, maar dit is dus een woningtje. Nou, hier heb je de eettafel, daar heb je een bank, heb je tegenover de bank een tv, kledingkast, keukentje en je slaapkamer erboven. Dan wil je er niet wonen, jongens. Ga je uit. Wil je er niet wonen? Nee. Zo klein. En dan vragen ze hier bijna 700 euro voor. Nou, nee, maar de koekoek. Hier wil je toch niet wonen, joh. Ga je toch uit. Zo klein. Nee, ik niet. Maar ik heb een woning. Scheelt weer. Ik sta dus nu in de lift. Ja. En ik ga nu lekker richting 11 toe. Ik sta 3. Even lekker even kijken of we wat van Scheveningen kunnen zien. Ook handig. Ja. Dus we gaan dus even naar 11 hoog. 12 eigenlijk. Officieel gezien. Dus ja. Dan gaan we even naartoe. Ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. Zoals altijd. Altijd. Elke dag maar weer bijna.
Het is alweer 7. Het is alweer 6. 5. We zijn er alweer bijna. Eén. De berging. En de laatste. Nou, ik sta nu bij een hele mooie auto. Ja. Op een buurman, die komt er zo aan. En hij gaat me eventjes heen en weer brengen. Dus voor de dierenvoedselbank. Want trouwens, ze is aan het werk tot en met 5 uur. Dus, maar, we gaan het meemaken. En joh, deze auto wil ik ook wel hebben. Dus ja, is wel lekker. Het zonnetje schijnt. Ik heb weer last van deze oog. Maar dat joh, komt wel goed. Eventjes weer pauze. Nou, dat doe ik ook nu. Dus ja. Dus we gaan het meemaken. Hij komt eraan. Dus wacht ik daar lekker even op. Blijf. 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 Wachten. Doe maar. Doe maar. Nee. Het is oké, het is van jou. En mijn tweede ronde met de dames. Kom, Jutty, kom. Jutty, kom. Voor. Kom maar. Nee, Jutty, kom. Goed zo, schat. Keurig hoor. Hij daar weer? Ja, ga je doen. Zeg, gaat ook weer de bosjes in. Vindt ze leuk. En ladies, daar staat daar. Nou, daar ligt er dus een. En jij ligt voor apengapen. Oeh, ja. Oeh, nog uitrekken ook nog. Ben je zo moe? Drakkie is daar. Waar Speedy is, weet ik niet. De afwas heb ik vandaag gedaan. Ik ga zo meteen koken. En waar ligt mijn andere meisje? Waar ligt mijn andere meisje? Hey. Dat is een mooie auto. En dat is onze eigen auto. Ja. Ik ga koken. Alleen ik weet niet, nog niet wat. Maar ik ga eerst dit even opruimen en dan ga ik koken. Ik heb nu voor mijn neus een overheerlijke hamburger. Die mama ook zo lekker vindt. Lekkere hutsport met spekjes doorheen. En een lekkere zwembadje met jus. Lekker. Ik ga lekker genieten. Nou. Dan ga je zwaaien met je steut. Hey. Ga naar je zus dan. Nee, onze camera. Dan ga je nou hier zitten. Hey. Hey. Hoi. Oh, grapje. En Speedy ligt lekker op mij. Ook gezellig, hè, Speedo? Het gaat weer beter, hè, met jouw vacht, hè? Oh ja, en waar ligt Lady? Lady ligt lekker daar. En Lofty gaat die kant op. Ook goed. Hi, kerel. Ja, kijk, Roos er ook weer bij. Gezellig. Laatste rondje met de hondjes in de avond. Ja, de hondjes die lopen ook lekker rustig door. Net even niet, dus ik moest even mijn stem verheffen.
heel lang geleden dat ik dat heb moeten doen. Ze loopt nou wel rustig en dat laat ik even nog even zien. Kijk, lady en de twee rollijnen. Jullie komen steeds wat dichterbij, dames. Dat is leuk. Kijk, en hier hebben we licht. Hey, hey, hey. Hallo. Een hele goede avond allemaal. Ja, ik vond het fijn dat jullie weer hebben gekeken. En ik vond het weer fijn om voor jullie een vlog te maken. Dus heb je nou genoten? Ik zou zeggen, gooi dat duimpje even omhoog. En vergeet vooral niet te abonneren. En dan zie ik jullie graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei doei!